Hallo. Dit is de late night vlogging. Ja, het is bijna 2 uur. Het is heel raar, want ik slaap s'nachts heel slecht. S'nachts. Jeetje, ik zie er ook niet uit, sorry. Zo, ik zie echt. Maar, oké. Ja. Mijn concentratie de laatste tijd echt poep. Ik slaap echt super slecht 's nachts. En dan ben ik overdag zo moe. Maar als ik dan eenmaal kan slapen, dan ben ik echt klaar wakker. Het is echt heel irritant. Ja, ik zou wel kunnen slapen eigenlijk. En eigenlijk moet ik het ook gewoon doen. Maar ja, ik ga het zo doen. Ik baal ervan dat ik de laatste tijd totaal geen inspiratie heb. En vooral omdat ik vroeger zo creatief was. En ik had bijvoorbeeld Life Journal. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat is een soort blog. Profielen, site-achtig iets. En daar postte ik echt elke dag allemaal verhalen en dingen. En dingen die in mijn hoofd opkwamen. En ik kon zo goed dingen verwoorden. En mijn gevoelens en dingen die ik meemaakte. En gewoon, ja, echt bizar gewoon. En nu, ik weet gewoon, het zou echt zo fijn zijn als ik dat nog had, dat ik gewoon dingen kon schrijven, maar ik weet niet. Daar baal ik echt van. Ja. Maar het is ook wel een beetje heel erg emo allemaal. Maar toch denk ik, ik maakte ook echt zoveel foto's. Echt, maar echt super leuk om terug te zien. En dat doe ik ook. Maak nooit meer foto's. Dan denk ik, wat? Ja, met mijn telefoon, maar. Ik vind het echt zonde. Ik snap niet waar het is gebleven. En. Ja. Vandaag liepen we naar buiten. Het was er een Franse bulldog door de straat aan het rennen. En die stak steeds over. En er leek heel erg in paniek. Er liep helemaal geen eigenaar bij en hij had geen halsband om en dat was echt heel raar. En hij wilde ook niet naar ons toe komen. Maar hij had zoiets van, ik ken die hond ook helemaal niet en what the fuck. Toen heeft een vrouw hem met een balletje toch gelokt. En toen heb ik hem overgenomen en hebben we hem naar de dierenarts gebracht om te kijken of hij gechipt was, maar dat was hij niet. En toen hebben we hem daar gelaten om ja, te kijken of hij opgehaald zou worden. En ik was echt heel erg bang dat hij gedumpt zou zijn. Omdat het nu, deze periode, worden heel veel dieren gedumpt omdat mensen op vakantie gaan. En daar voelde ik me echt verdrietig over. Het was zo'n leuk hondje. Ik dacht, nee. En hij was niet gechipt en geen halsband. Ik vertrouw dat echt niet. Dus we zeiden van, ja, we hebben daar nog contact opgenomen. Maar het blijkt hier gewoon een paar huizen verder op te wonen. Maar hij was dus ontsnapt. Maar gelukkig is alles goed. Jee. Het was echt een schatje. Ik ben zo achterin samen met hem in de auto gezeten. Dat was echt super lief. Ik hou van die hondjes. Dat was echt zo leuk. Verder heb ik dus zijn spullen van mijn broer uitgezocht. Heel veel dingen. Echt heel veel spullen heb ik nu. Ik heb ook al zijn. Hij was gek van Disney. En dat is echt van die Disneyland kan je hele toffe aparte beelden en zo kopen van die figuren. En hij had echt hele toffe dingen. Maar hij had ook nog een hele grote Bella. En die wil ik eigenlijk ook nog. Dus die moet ik even zoeken. Zo. En er zijn zoveel DVD's. Echt. Ik had het al uitgezocht in zijn huis. Alles wat ik heel veel wilde hebben. Maar toen kwam daar stonden nog 3 dozen vol. Toen heb ik weer heel veel uitgezocht. Dat is echt te veel. Oh. Het is wel raar. Maar ik vind het fijn als ik spullen weet je wel van hem over kan nemen. Ja. Hij heeft ook heel veel van die horrorpop. Omdat hij van die horrorfilms van Freddy Krueger en Jason en zo. Had hij allemaal van die pop. Maar ik vind dat echt heel eng. Dus ik vind dat niet zo leuk om over te nemen. Ja. Ik moet nog heel veel inpakken. En ik weet wel niet waar ik moet beginnen. Wat ik allemaal moet meenemen.
Het is ook wel gewoon, het is gewoon raar. Ik heb er heel veel zin in, maar het is wel, het is raar. Het voelt heel erg alsof ik iets in de steek laat of zo. En iets afsluit. Gek genoeg is het ook echt heel erg. Ook ben ik dan de laatste week heel erg met mijn broer weer bezig. Ik weet niet waarom eigenlijk. Ja, Rotterdam is toch wel iets heel anders. Het is wel mijn ding en mijn plek. Maar hier ligt toch wel de herinneringen van mijn jeugd. En ja. Wow. Ik lijk echt stoned of zo. En ik ga zondag verhuizen. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. En zaterdag ga ik mijn bed in elkaar zetten. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Om zolder. Mijn ene oog is echt vet klein. Mijn ander is vet groot. Mijn ene oog is sowieso altijd wel wat groter. Die is altijd groter. En die. Maar nu is het echt vet erg. Nee, ik ga stoppen. Want dit is weer kansloos. Maar.